Welkom bij een nieuwe aflevering op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. We zijn vanavond wederom te gast in Sporthal de Zien in Uitgeest. En we gaan ook opnieuw een talentvolle darter aan jullie voorstellen. Welkom bij Rood Toertje. Ik heb me twee keer geplaatst voor een Eurotour dit jaar. Ik heb één Development Tour gewonnen en ik zit in Roadtour Jeugdica. Nou Wessel, welkom in Roadtour Jeugdica. Ja, leuk dat je hier bent. Ja, jij gaat naar het Jeugdica. Wat verwacht je er eigenlijk van? Ik heb wel iets meer verwachtingen dan vorig jaar. Vorig jaar ging ik er iets vrijer in. Vorig jaar natuurlijk wel aan de geplaatst spelen omdat ik één toernooi gewonnen had. Nu een iets steadier jaar gedraaid, waardoor ik alsnog geplaatst speler ben. Maar ja, het hangt alsnog veel loting af, dus ik ben benieuwd. Je hebt dit jaar geen toernooi gewonnen? Nee, dat klopt. Wel twee keer een halve finale gehaald uit mijn hoofd. En een kwartfinale. Ja, dus je moet een beetje geluk hebben in zo'n toernooi. En dat viel helaas niet. Maar ik heb er nog vier, dus we kunnen zien wat we kunnen doen. Vorig jaar won je natuurlijk wel een toernooi op de Tour. Toevallig in hetzelfde weekend als je maatje, je buurjongen, Niels Sonneveld er ook eentje won. Kun je eens beschrijven wat voor weekend dat was? Ja, echt gekhuis eigenlijk. We hadden totaal geen verwachtingen. We gingen er gewoon heel vrij in en dat is meestal wel het beste. En dat resulteerde ook in twee overwinningen. Ja. Dat was echt mooi. Ja, nou goed, Mike zegt net dit jaar geen eentje gewonnen. Maar ik denk wel dat je dit jaar over het algemeen betere prestaties, beter gooit dan vorig jaar. Ja, vooral beter gooi. Ik heb natuurlijk geen titel gepakt in de zin van een BDC-titel, wat vorig jaar natuurlijk de jeugdtour was. Wel een Challenge Tour finale gehaald, wat voor mij zeker als een overwinning voelt. En het toernooi daarna gelijk op diezelfde dag weer een halve finale te halen. Dat was misschien wel de beste dag die ik dit jaar gehad heb. Wat beschrijft dat dus, de Challenge Tour? Je speelde tegen oude jongens, dus bijvoorbeeld Cody Harris, een tourkaartwaardige jongen. Eigenlijk, wat beschrijft zo'n dag? Is het wel anders dan de Development Tour? Ga je er hetzelfde heen? Toch wel, je zet toch minder druk op jezelf op zo'n dag. In de wedstrijden zelf heb je iets meer tijd om erbij te komen. Je speelt dan natuurlijk best op 9 in plaats van best op 7. Iedere fout wordt afgestraft, maar je hebt tegelijk ook meer kansen, omdat het zo'n lange format is. Ja, je hebt natuurlijk een beetje twee keer op de Eurotour gestaan. Ja. Zeker de eerste keer, had je daar te hoge verwachtingen, of wat verwachtte je daar? Ik had vooral last van zenuwen die dag. Ik had natuurlijk ook niet de beste loting als je kijkt. Je krijgt meteen Catby, die had zijn terugkeer natuurlijk. Publiek erachter, alles erop en eraan. Ik mis in het begin van de wedstrijd mijn kansjes en hij loopt weg. Eigenlijk hetzelfde wat in Gibraltar tegen Soertje gebeurde. Ja, eigenlijk je zegt het al, eind van de vorige maand stond je in Gibraltar. Kwam je 5-1 voor. En toen, wat gebeurde er toen? Toch ook weer een klein zenuwenkikje. Misschien een klein beetje besef. Je kan je eerste Eurotour wedstrijd winnen. Blijkt dat ik dat alsnog gedaan heb. Ja, knappe 6-5 overwinning tegen Darren Webster. Nou, denk fijn die podiumervaring. Dan stond je natuurlijk in het begin dit jaar ook op een heel groot podium tijdens de Kings of Darts. Ja. Kun je daarover vertellen? Dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. Wat ik daar heb meegemaakt, zo duizenden mensen. Ik heb in mijn leven nog nooit zo'n vocaal geluid gehad. En dan helemaal net als je je probeert te concentreren op zo'n dag. Dat is echt, dat is onbeschrijfelijk. Nou, concentreren lastig, maar je wint daar wel van Belle Fitter. Ja. Voor eigen publiek. Ja, dat gaf een nog grotere kabaal aan geluid, zeg maar. Dus qua ervaring is dat zeker iets wat ik meeneem. Ja. Volgend jaar, 2020, heb jij voor jezelf al daarna gekeken, heb je doelen voor 2020? Ik denk dat ik mijn doelen ga zetten na Q-School. Omdat Q-School zo'n onvoorspelbaar iets is, dat ik mezelf daar geen doel kan opleggen. Haal ik mijn tourkaart, dan ga ik daar mijn doelen aan vastzetten. Doe ik het niet, dan ga ik aan de hand daarvan mijn doelen neerzetten. Erik haalde net al aan, Devil Fitten. Wat betekent die man voor jou? Je hebt een koppel met hem gespeeld op de Dutch Open. Ja, dit jaar gaan we weer koppelen. Kijken of we die laatste 32 kunnen verbeteren. Het is een hele goede vriend van me. En hij heeft ook een hoop in de zin van target. Het is gewoon, maar vooral ook een hele goede maat van me. Ik ken heel goed met elkaar opschieten. Nou, over target gesproken, ik denk dat het tijd is om die pijlen erbij te gaan halen. Ja. Het materiaal natuurlijk. We gaan kijken naar jouw pijlen. Je wordt ondersteund door target natuurlijk, ja. Dankzij Devil Fitten.
vertel eens over je pijl. Heb je hem zelf ontwikkeld? Ik ben zelf naar Engeland geweest om mijn eigen pijl te ontwikkelen. In de zin van een idee leveren. En dan gaat de tekenaar aan de slag met jouw idee. Hij levert dan soort 3 samples. En dan kies jij de beste eruit. Ik heb ervoor gekozen om mijn pijl zoveel mogelijk te laten lijken op mijn oude pijl. Dat was de Richie Burnett pijl. Ik denk dat je dat ook wel een beetje kan zien. Het is alleen het gewicht is anders verdeeld dan in de Richie Burnett pijl. Verder heb ik een Swiss Point van Barneveld, zeg maar de Firepoint van Barneveld. Je kan ze heel makkelijk eruit en erin schroeven, wat voor mij heel makkelijk is omdat ik ze vaak breek. Verder is mijn setup van Fitflight, ook een eigen ontworpen flight met een maat 5-shaft van Fitflight. Ik zal zeggen, laat de Swiss Point een keertje zien. Ja, dat is goed. Het is eigenlijk heel simpel, je draait hem erin, je hoeft hem eigenlijk maar een klein knikje te geven en de rest kan je gewoon met je hand doen. Omdat het schroefdraad natuurlijk in je barrel zit en op de pijl, sluit het perfect op elkaar aan. Als je hem een klein knikje geeft, dan krijg je hem niet meer met je handen los. Dus als je hem nu vastdraait, je geeft hem dat extra knikje, dan kan je hem nu nooit meer met je handen eruit krijgen. Dus je hebt ook niet midden in de wedstrijd dat je punt los gaat zitten. Dat is het voordeel van de Swiss Point. Ideaal, pluikje van de set. Ja, kind kan er was doen. Denk je dat het Swiss Point ook goed gaat doen in de 1001 game? Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Nou, ik zal zeggen, laten we het even zien. Nou, Wessel, dan staan we bij het bord, bij de 1001 game. Ja. Dat gaan we doen aan de hand van dart counter. Wessels naam staat al klaar. 1001 natuurlijk. Best of 1, straight in, double out. Nou, ik zal zeggen, Wessel, ben jij er klaar voor? Ja, zeker weten. Ik zal zeggen, loop naar de hockey toe. Dankjewel. Wil jij nou ook dartcounter gebruiken? Klik op de link in de beschrijving voor de downloadlinks. En ik wens Wessel veel succes. En dan is ook Wessel Nijman begonnen aan zijn 1001 game. Hij moet toch proberen Patrick van de Boga te verslaan. Die met 44 darts, of was het 42, de verslaggever van dienst, weet het zelfs al niet meer. En Wessel gaat eigenlijk wel meteen goed van start. Het is meteen 100 punten eraf. Wat kunnen we eigenlijk over Wessel vertellen? Ja, Wessel heeft afgelopen jaar ook Q-School gespeeld. Dat ging niet naar wens, helaas. Daar had hij zelf erg veel problemen. Dat maakt niet uit. Dit jaar nieuwe kansen. Daarna mocht hij eigenlijk direct na Q-School mocht hij natuurlijk op de Kings of Darts staan. En waar hij in Den Bosch verslaat, hij gaat Dale Fitton met 4-3. Hij verslaat zijn grote leermeester op dat moment. Hij staat momenteel 24ste op de Development Tour Order of Merit. Ja, dat vertekent natuurlijk een beetje, want Nijman heeft natuurlijk ook al een Development Tour gewonnen. Dus het is toch anders dan dat het is. En hij heeft ook al in de finale gestaan van de Challenge Tour. Gooit hij een vrij goede dag, Wessel Nijman. Zelfs in de tweede ronde 100.2 gemiddeld. Hij stond de laatste keer ook op de Player Championships. Waar hij in de eerste ronde een fenomenale Peter Wright tegenkomt. Waarna hij op 100 gemiddeld staat te gooien, maar geen kans heeft gehad over de hele wedstrijd. En helaas 6-0 verloor. Maar hij heeft ook al in Hildesheim meegedaan op de Player Championship. Kortom, ik denk dat dit toch wel iemand is om in de gaten te houden. We gaan even meekijken op het bord bij Wessel. En je ziet toch die Swiss Points. Ze gaan ook niet los zoals hij al vertelde. Hier is meteen een hele knappe 140 mee. Hij gooit vrij snel Wessel. Dat is duidelijk te zien. Het scorebord loopt weer niet helemaal mee. Maar het gaat de goede kant op. Het wordt elke week wat beter. Hij gooit wel erg makkelijk hoor, die Wessel Nijman. Hier gaat het weer 100 punten vanaf. Het scorebord loopt nou wel goed mee. En dan staan we na 21 pijlen op 85 gemiddeld. Ja, daar zit hij iets boven Patrick van der Boogaard. En dat is een goed teken. En we gaan zien of Wessel Nijman dit volhoudt. Ja, het is toch netjes. Er zit echt wel ritme in. Terwijl Erik nog even een slokje van zijn drinken neemt. Staat aandachtig te kijken. Hij is ook wereldkampioen koppels met Justin van der Gouw geworden in 2017. Die andere man die jullie al in deze serie hebben gezien. Ja, vorig jaar werd hij 16 wilde de Velmen toe. Maar het moet niet veel uitmaken. We gaan zien op het jeugd-WK. Of hij, ik denk toch wel zijn licht favoriete rol waar kan maken. Ondanks dat hij nog jong is. De man van het chippy in de intro. En dan is hij toch nu op een finish aangekomen volgens mij. 104. En dan gaan we kijken of dat in één keer uitgaat. Nee, de triple zit er al niet in. Dan gaan we naar triple 18 toe. Dat gaat hij zelfs niet naar triple 18 toe. Dan gaat hij hem wegzetten. Dat doet hij redelijk. Scorebord loopt niet helemaal mee. Neemt even zijn tijd. En dan gaat hij ervoor staan. Dubbel 8. En dan zit hij erin.
Ja, en Wessel staat momenteel eerst aan de leiding met 34 darts. Oké, Wessel, 1001, 34 pijlen, 88,3 gemiddeld. Reactie? Ja, dat had misschien beter gekund, maar ja, we doen het ervoor. Wessel, dank voor het deelnemen aan deze serie, vond het erg leuk. Het allerbeste op het jeugd-WK. Dankjewel, ik heb er ook van genoten. Kijkers, bedankt weer voor het kijken. Al een duimpje achter hier beneden. Abonneer op het YouTube kanaal. En dan zien we jullie bij de volgende Rood Toertje, jeugd-WK. Ja.